Dit is spelen met vuur. Dit is spelen met spaargeld, met pensioengeld, met kansen van mensen die proberen iets van hun leven te maken in het land. Het is onverstandig beleid. Ik zie de heer Wils aan de microfoon staan. Die zal wel zeggen dat ik de mensen angst probeer aan te jagen. En ik zal zeggen dan tegen de heer Wils, voorzitter, dat het omgekeerde waar is. Wat ik wil, en dat zeg ik dan maar even concreet tegen de heer Roemer, is ervoor zorgen dat mensen in het land erop kunnen rekenen dat wij ze hun hele leven hard voor hebben gewerkt, dat het overeind blijft. Dat is het eerste doel van deze regering. En daarom gaat het ook om het Nederlands belang. Dat zijn juist ook de kiezers waar de heer Roemer voor zegt op te komen. Meneer Wilders. Voorzitter, het spijt me te moeten concluderen, maar er is er hier maar één met vuur speelt en dat is minister-president Rutte. Hij speelt en zijn kabinet speelt met vuur omdat hij geld geeft aan de Grieken wat we nooit meer terugzien. En hij kan het hebben over voorwaarden van het IMF en noem maar op. Het is allemaal tekentafelwijsheden die niet uit zullen komen. En als mijn fractie gelijk krijgt, heeft hij ook een probleem met mijn fractie. Want dan hebben we bakken met geld over de dijken naar Griekenland gegooid, wat dan vervolgens hier moet worden opgelost en wij werken daar niet aan mee. Dus ik zeg tegen de minister-president, we zullen zien wie gelijk krijgt. We weten het nu allebei niet. Ik denk dat wij gelijk hebben, dat het geld over de balk smijten is en dat dat geld van Henk en Ingrid, dat we dat nooit meer terugzien. Dus niet wij, zeg ik via u, mevrouw de voorzitter, tegen de minister-president. Niet wij spelen met de belangen van Henk en Ingrid. U bent nu bezig om met vuur te spelen en de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen. En ik roep u op om terug te schreden op uw schreden. Want nogmaals, het is een groot gevaar wat u nu doet. En ja, het is heel triest. Het leidt er ook toe dat als we dat geld niet terugkrijgen, dat wij in de politieke samenwerking met een probleem komen. En dat probleem zouden we niet moeten hebben. Voorzitter, de heer Wilders heeft de afgelopen dagen ook met zijn uitlating in de Telegraaf echt de overtreffende trap bereikt van fact-free politics. Echt. En ik begrijp het werkelijk niet. Want ik ken de heer Wilders, we hebben een goede samenwerking en ik verheug me ook wat dat betreft op de voortzetting daarvan, want over veel punten kunnen wij goed zaken doen. Maar op dit punt begrijp ik werkelijk niet waarom hij valt in de val van Maurice de Hond. Een electorale val zo van het is populair in Nederland om tegensteun te zijn aan Griekenland. Want dat is een feit. Hè? U heeft het steeds over de VVD-kiezers, waarvan ook driekwart zegt je moet het niet doen. Maar mevrouw de voorzitter, dan zeg ik ook tegen de heer Wilders dat er ook nog zoiets is als politiek leiderschap. Namelijk zeggen, ook als een deel van je kiezers het niet wil. Het is in jullie eigen belang, want ik kan dat nu overzien omdat ik gewoon, hè, ik als politiek leider van de PVV of politiek leider van de VVD, ik kan nu overzien wat de effecten zijn. Als je zou doen wat de meerderheid van de kiezers wil, die zijn namelijk desastreus, juist ook voor de belangen van die kiezers, dan is het ook politiek leiderschap om op een gegeven moment te zeggen, ik laat Maurice de Hond even links liggen, ik laat die peilingen links liggen en ik kies voor de road less traveled, namelijk de moeilijkere optie. En dan ga je naar je kiezers toe en dan zeg je, ik weet dat we het op dit punt oneens zijn. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat we het wel moeten doen. Juist in het belang van Henk en Ingrid. Veel steun van de oppositie. Het is u gegund. Maar mijn fractie heeft niets met Maurice de Hond. Mijn fractie heeft van begin af aan. Ja, u kunt erom lachen en het lachen zal u wel vergaan. De PVV-fractie heeft van begin af aan tegen iedere financiële bijdrage gestemd. Of het nou ging over de eerste tranche voor Griekenland, of het nog ging over Portugal, of het nog ging over Ierland. We hebben overal van begin af aan consistent tegengestemd. En dat hebben we gedaan omdat we de belangen, niet zoals u, van Henk en Ingrid willen verkwanselen. We willen geen miljarden brengen naar de Grieken. We willen geen miljarden brengen, of het nou is via echt geld of via garanties, aan de Portugezen en aan de Ieren. U doet dat wel. We zullen zien wie er gelijk krijgt, meneer Rutte. U gebruikt grote woorden, dat doe ik ook. Maar degene die nu de belangen van de Nederlandse kiezer verkwanselt, heet Mark Rutte en heeft geen andere naam. Mevrouw de voorzitter, het zou de heer Wilders als politiek leider van zijn partij sieren. Hij heeft nu 24 zetels, hij is een grote politieke formatie. Dat hij, als hij diep van binnen weet, en dat kan haast niet anders dan dat hij ook ziet dat dit de logische route is in het belang van Henk en Ingrid, om de peilingen even te laten liggen en te zeggen, dit is wat nodig is en ik ga mijn kiezers uitleggen waarom ik die keuze maak. Want als u nu minister-president zou zijn en u zou het hele huis omvertrekken, dan zou u de belangen van Henk en Ingrid en de belangen van Fatima en Ahmed enorm schaden.